Petrus, niet voor engeltjes. Niels van den Broeke, gefeliciteerd met je eerste basisplaats. Hoe gaat het met de beentjes? Kapot. 5 minuten van gedaan. En mijn 2 kuiten, krampen, kon in 1 meter me lopen. Dus het was gedaan voor mij. Ik was heel verzuurd. Dus, kon... Hoe was je eerste wedstrijd in de basis bij Zoltewaregem? Ik denk dat het goed verlopen is. We hebben als verdediging niet echt in de problemen gekomen. Niet echt veel kansen met Hoven. Dus zelf een paar keer dreigend geweest. En hij had dan op het einde Miguel die nog op corner scoort. Inderdaad, het is wel eigenlijk frappant. Zoltewaregem behaalt zijn eerste uitoverwinning op de laatste uitwedstrijd van het seizoen. En ik denk toch wel dat de overwinning verdiend was. Ja, ik denk dat, ja, like dat ik zeg, geen één kans weggehoven. Zelf een paar kleine kantjes met Jeremy, met Alex die daar Werner die hem nog pakt. En ja, we zijn content, de eerste uitoverwinning op de laatste uitmatch, dat dat nog moet gebeuren op de laatste uitmatch. Dus ja, we zijn content over onze wedstrijd. Toen ik startte met het team hadden we 1 doelstelling, dat was de redding. Maar als de redding voorbij was, of tenminste gerealiseerd was, dan, ja, dan wouden we toch wel eens af van die slechte uitreputatie. En ik denk dat we thuis in 2012 een pak hele goede wedstrijden gespeeld hebben. Bijna allemaal gewonnen, alleen tegen ons. Vond ik dat we tekort gedaan geweest zijn. Die rode kaart van Leijen heeft gans de wedstrijd beïnvloed. Maar uit speelden we te haast. Ik heb slechte wedstrijden gezien op Sint-Truiden. Liers en Cercle Brugge, ook verleden week tegen Beerschot waren we niet goed. En ik had gevraagd vandaag om de bal in de ploeg te houden. Wat ik wel zie op training doen we wel goed. En ik vind dat we dat vandaag goed gedaan hebben. We hebben de bal goed laten gaan. We hebben heel veel de bal in de rangen gehad. En we hebben er ook iets mee gedaan vandaag. Want ik denk dat we uiteindelijk een 4, 5, 6-tal kansen gecreëerd hebben. En dat we dan scoren in het slot. En dat dan die eerste uitoverwinning een feit is. Dan dat geeft u een goed gevoel. Je startte vandaag ook met jonge jongens zoals Gino Stroze en Niels van den Broeke. Wat vond je van die twee? Ik vond dat ze beide zeer sterk gespeeld hebben. Misschien waren ze wat vermoeid op het einde. Bij de ene zag je dat hij wat krampen had. En bij Ino Stroza zag je dat hij wat meer met de bal ging lopen. Maar die jongens hebben mij alle twee goed bekoord. En dat is nogmaals het bewijs dat als je van de nood een deugd kunt maken. We hebben heel veel geblesseerden. Ik had vandaag een schorste speler, Skulason. Maar we hebben niet gepanikeerd. We hebben gezegd, oké, we gaan verder doen. We gaan er niet te veel over spreken. We gaan ons focussen op de wedstrijden. En ik moet zeggen, ook deze week werd er goed getraind. En ja, de scherpte is er zeker niet af in mijn team. Wat is het grootste verschil nu tussen het A-elftal en spelen bij de beloften? Ja, dank toch wel snelheid van uitvoering. En toch wel ook conditioneel. Want dat je ook ziet, de laatste 5 minuten was het echt pompen of verzuipen voor mij. En het niveau is serieus hoger of bij de belofte. Was er nog een klein feestje in de kleedkamer? Ja, het is wel een keer geroepen en gezongen geweest. En blij op de bus nu naar huis.